Van harte welkom in Bloedijger Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Zwitser en vandaag zitten we in de Blauwe Tijger Studio. En dat is de zomerstudio. En dat is best wel fris. Het is herfst en guur in Groningen. De bladeren zijn er allemaal afgewaaid in die ene storm waarin alle blaadjes in Groningen er altijd in één dag afwaaien. En dat is al gebeurd. Dus we hebben het koud. Maar dat komt omdat de echte studio. Ja, daar komt een nieuw dak op, geïsoleerd en al. En dan, als dat eenmaal af is, gaan we daar lekker warm. In die mooie studio van ons gaan we weer opnemen. En tot die tijd zitten wij in onze zomerstudio en uh, ja, ook gedurende dus deze herfstmaanden. Uh, voor wij beginnen met de uh, opname met een heel interessant gesprek waar we het zo over gaan hebben, ga ik u even bijpraten over de boeken. Deze pandemie van de angst van Kees van der Peel is waanzinnig populair, blijft lopen. De vierde druk is naar de drukker gegaan. Die komt in december. Tot die tijd moet u het doen met onze laatste doosjes. En die zullen net, denk ik, voor december uitverkocht raken. Hoe dan ook, de nieuwe druk is onderweg. Hij is nog verkrijgbaar. We hebben nog wat in het magazijn staan, dus u kunt hem gewoon bestellen. En u bent niet de enige, er zijn duizenden anderen die hem ook hebben en die heel enthousiast zijn over dat boek. Hetzelfde geldt voor Epoch 10. Een blad, heeft u ooit gehoord van een blad wat een jaar na verschijning, een magazine, een jaar na verschijning nog steeds herdrukt wordt? Deze wel. Dit is de vijfde druk. Die is in huis. Deze is dus weer op voorraad. En dat waanzinnige nummer, uh, ja, daar blijft dus maar vraag naar ontstaan. Wij snappen het zelf ook niet helemaal, maar het is uh, fantastisch. Wij vinden het leuk. Dat betekent ook dat deze uh, derde jaargang, waar die ook deel van uitmaakt, ook weer als geheel verkrijgbaar is. Dat is ook een tijdje even uit de running geweest, omdat deze in herdruk is. Dus alles weer op en top verkrijgbaar. Alle epochs die wij hebben zijn weer leverbaar. En, uh, waaronder dus. Nummer 10 over The Great Reset. Chroniek van een machtsneurose. En het meest verkochte nummer van Epoch magazine. Dat zult u ongetwijfeld begrijpen. En komen we bij het laatste nummer van Epoch. Dat is deze: een, een nogal uh, ja, graphic uh, voorkantje. Uh, de vloeibaarheid van de moderne wereld. Wij dachten we gaan een nummer maken over vaccins, bijwerkingen, patenten. en de hele mikmak wat rond die vaccins speelt. Dat vindt u ook allemaal hierin. Maar u vindt veel meer. Wij hebben er ook een filosofisch tintje aangegeven. Dus u kunt wetenschappelijke en rechtstreekse commentaren op dat hele vaccinatiegebeuren lezen in dit boek. Maar ook mooie filosofische beschouwingen over de vloeibaarheid van de moderne wereld. Uh, Carlos Smiets en uh, Herman de Dijn schrijft hier aan mee. Echt een grote naam waar we heel trots op zijn dat hij aan dit nummer heeft meegewerkt. En die een, uh, een autoriteit is op het gebied van noem maar de vloeibare waarden. Zoals een van zijn laatste titels uh, heet. Uh, Liquid Modernity van Siegmund Bouwman, de grote Poolse filosoof die daar ook over geschreven heeft. En alles vindt u hierin zodat u een compleet... Overzicht heeft over dat thema vloeibaarheid in deze tijd. Met wel een heel erg uh, ja, prikkerig. Uh, puntje. waar. Uh, die vaccins die maken dat thema natuurlijk ongelooflijk uh, urgent. Dus dat zijn de epochs die wij even u willen laten zien. Wij hebben intussen. de opvolger van deze al naar de drukker gestuurd. Dat was een leuk klusje. En daarin uh, vindt u bijvoorbeeld, uh, ja, dat heet Europa in brand of Europa brand, kunnen Zweden en Hongarije ons redden? Waarin stukken als uh, van Eva Vladingenbroek, interviews met ministers in Hongarije en een groot interview met Marijn Poels over de windmolenmaffia in Zweden, waarin wij dus ook Zweden en Hongarije gaan wegen. He, zijn dit, dit uh, breekijzers? Deze landen die ons uit deze crisis kunnen halen? Zijn dit voorlanden? Wat is daar precies aan de hand waaraan wij ons kunnen optrekken? Of juist niet? Of moeten we gewoon onszelf redden als volkje? Dat zijn de vragen die in de volgende epoch, die waarschijnlijk in december, ongeveer 5, 6 december komt die uit. Dan uh, worden dat soort vragen behandeld. En uh, met ook weer heel veel mooie stukken, maar ook hele prangende stukken voor een groot interview met de. Initiatief nemen die het pedofiele handboek wil verbieden in Nederland. En raad eens wie daarvoor dwars ligt. Vet Grapperhaus. Dat allemaal in Epoch 14. Wij gaan over naar de orde van de dag aan deze tafel. En dat doen wij met Jan Nieboer. Een windmolenactivist. Een veroordeelde crimineel die uit zijn huis en kantoor gesleept is door de overheid. Gevangen is gezet. Gegijzeld geweest. Zonder bewijs is veroordeeld. Als initiatief. Of als, ja, hoe noem je het Jan? Ja, wij waren de drijvende krachten achter de verzet tegen de windturbines. Wij waren yeah. zeer standvastig. Drijvende kracht zijn is echt een verschrikkelijke misdaad. En ik vind het echt fantastisch dat, dat de overheid de drijvende krachten tegenwoordig kan, uh, kan, kan veroordelen en, uh, en, en, en kan kalt stellen. En, want dat, dat is super gevaarlijk, drijvende kracht zijn. Ja, wij zijn uh, kennelijk een gevaar voor het mensdom in Nederland geworden. Ja. Ik denk eerder dat wij uh, ja, te veel de spiegel ophielden naar onze overheden. Ja. Uh, en uh, daar is natuurlijk een hele mooie documentaire, ook uh, over gemaakt door Human, die ja. boekdelers spreekt. Een van de aanleidingen dat je, dat je nu weer aan tafel zit. Dus heel hartelijk dank voor, voor je komst naar de studio. Provinciegenoot, maar de, ja, onze provincie is heel groot, dus je moet er een behoorlijke reis voor afleggen. Alsnog. En mensen denken van Amsterdam, Groningen, een heel eind. Maar Aduard versus het einde van de provincie is ook een heel eind. Jan Nieboe, jij zit hier als windmolenactivist en uh, als heel veel meer. Je, je hebt vaker aangeschoven op dit thema. Uh, het, het is een waanzinnig dossier aan het worden, waarin je niet weet of je moet lachen of huilen van alle ellende en, en absurditeiten die erin naar voren komen. Twee weken geleden verscheen op Human dus de documentaire uh, tegenwind. Waarin uh, een aantal van de actievoerders in de dat hele grote Oost-Groningse windmolenpark, aan het woord worden gelaten. Uh, dat is. Uh, ja, heeft, he, merk je daar dat die documentaire veel uh, heeft losgemaakt, eigenlijk? Ja, de documentaire is in ieder geval uh, uh, een heel groot bereik gehad. Ja. Uh, ik heb zelf geen ervaring, <coughs> mee, maar ik hoorde dat het uh, trending. Topic 3 op Twitter was. Nou, dat betekent ja. nogal wat, uh, ja. hebben ze mij uitgelegd. Ja. Het was ook een van de best bekende televisieprogramma's op die 31 oktober op NPO 2. Uh, met tussen de 550.000 en 1 miljoen kijkers. En ik krijg nu nog dagelijks reacties van mensen binnen die het teruggekeken hebben, ja. omdat ze het nog niet hadden gezien. Uh, uh, overheersende reacties zijn van indrukwekkend. En hoe is het mogelijk dat twee mensen die als boordvoerder en als kaarttrekker van grote groepen mensen die die zich tegen de windturbines wensen te verzetten, op deze manier aangepakt worden door. Ja. Een overheid inclusief een rechtbank. Ja, de, de laatste keer dat je hier zat hing dat nog allemaal boven je hoofd. Er ja. was nog niks, geen uh, vorders geweest. Je was toen wel al gegijzeld geweest. Je hebt maar een, een tijd vastgezeten. Ja, Evenals je compaan uh, Jan Hendricks. Klopt. Die mogen wij nu voluit noemen. Uh, Human, bij, op de documentaire van Human is dat ook gedaan. De vorige keer dat jij aan tafel zat was dat nog Jan H. Zoals ja. in alle media. Uh, dus we hebben nu over Jan Hendricks en Jan Nieboer de twee... Uh, ja, initiatiefnemers, maar vooral drijvende krachten. Hoe kan het zijn, Jan, dat je nu uh, veroordeeld bent vanwege dat je een drijvende kracht bent die geen enkel strafbaar feit gepleegd heeft? Ja, daar hebben we natuurlijk uh, heel lang over nagedacht ja. hoe dat kan. Uh, we hebben natuurlijk wel vastgesteld dat men uh, een jaar of vier allerlei onderzoeken uh, gedaan heeft. Uh, ik heb natuurlijk tracers onder mijn auto gehad, uh, telefoonsjaren afgeluisterd, ja. uh, noem maar op. Uh, er ligt ook 15.000 bladzijden dossier uh, uh, over ons. En uh, ja, ergens heb ik de indruk, maar goed, ik, ik ben geen rechter, uh, dat men uh, een voorbeeld wenste te stellen. Uh, en ik heb ook al eens gezegd dat. Met, uh, ja de driejaars politica in ons land zanende is. Um, ik moet natuurlijk heel voorzichtig zijn uh, met uh, die conclusie hard te trekken, maar ja, ik ben maar een simpele burger. Ik heb ook mensen in de krant gelezen die zeggen van hoe kan het dat wij in dit land mensen zonder wettig en overtuigend bewijs veroordelen. Ja. Het lijkt daarmee dat wij terug zijn in, het, in de periode van despotisme, hè, ja. 1769, ja. de Franse tijd, waarin de rechtspraak de bestuursvoornemers in, in, in beleid volgt. Ja. Um, ja, wat wij natuurlijk ook in het voorgesprekje tegen elkaar zeiden. Die windturbines, dat hele duurzaamheidsverhaal, is wel een hele graal geworden. Waar heel veel politici hun inkomen in hun status aan danken. maar heel ja. veel bedrijven ook hun geld aan verdienen. Ja, wij gaan in. Uh, wij hebben binnenkort de DVD van Marijn Poels in de verkoop. Uh, dan kunt u. Uh... U als kijker kunt dan echt zien wat voor waanzinnige corruptie daar achter die windmolenindustrie zit. Die film is ook al online te bekijken voor degene die denkt: van nou, dat kan zomaar afgelopen zijn. Voor die mensen is de dvd te koop. Die kunt u dan in de webwinkel aanschaffen. Maar in de epoch 14 van december hebben wij een waanzinnig groot interview. waarbij wij een aantal facetten bij Marijn Pools bij langsgaan. die dus niet in die documentaire. Verschenen, uh, of uh, ja, die de eigenlijk de edit niet haalde, Maar daarin staan een aantal hele opmerkelijke dingen. Hij legt uit dat je dat het 100% renewable energy, dat dat onmogelijk is, en dat je dus altijd een, als uh, energievoorziening in je land altijd een, uh, een grid nodig hebt van ofwel kolen, gas of atoomcentrales uh, die de spanning uh, op, het, op het net houden. En dat dat ongeveer voor 4 of 2, 3, 4, 5 procent aangevuld kan worden met zon- en windenergie. Maar dat je nooit op 100% renewable energy kan draaien. Dat dat een, dat, en dat iedereen dat ook weet in die hele energiewereld. Alle techneuten, alle mensen die verstand hebben van energie, weten dat het niet kan. En, en toch wordt dit gewoon over ons uitgerold. Je, je, je hebt ook in het voorgesprek aangegeven van het, het, het kan niet. Uh, je, er worden inspraak als zo'n windmolenpark ge, gepland wordt dan worden er inspraakrondes van 10 jaar gehouden terwijl op voorhand al duidelijk is dat het geen enkel effect heeft en dat dat windmolenpark daar gewoon gaat komen ja hoe kan dat? Ja, dat is, um, dat is een, 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 de achterkant van onze democratie die wij hiermee uh, zichtbaar gemaakt gekregen hebben. Ja. Um, uh, men weet natuurlijk uh, he, dat ja, windturbines uh, in ons land niet passen. Ja. Evenzo uh, Zonnepanelen en velden passen ook niet in ons land. En we worden langzamerhand een keramische koopplaat. Uh, ja. Ja. Uh, je kunt geen weg rijden of je ziet zonnepanelen. Ja. En je ziet windturbines. Um, overheden wisten natuurlijk al lang dat de weerstand zou. Komen. Die hebben niet voor niks dit achter de schermen allemaal opgetuigd. En wat natuurlijk enorm eh, frustrerend en antidemocratisch is, is dat men heel vroeg buiten het zicht van alle burgers om, maar ook zonder dat de Tweede Kamer daar ook maar één uur over gepraat heeft, daar staan vijf minuten. de Rijkscoördinatieregeling van stal heeft gehaald en daarmee eigenlijk alle gemeentelijke, eh, provinciale, maar ook alle burgerrechten heeft weggenomen. En dat is denk ik uh, 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 wel een enorm, uh, uh, ja, frustrerende vaststelling. Uh, uh, waarmee ook heel duidelijk uh, het antidemocratische proces is blootgelegd. Ja, de, eigenlijk de, de wil van de staat is wet. Daar komt het op neer. Ja. Klaag je daartegen, dan wordt er dan gezegd van ja, maar de staat is democratisch opgetuigd. U heeft nu eenmaal voor deze volksvertegenwoordiging en coalitie gekozen. Die hebben hun handtekening gezet. Ook al is het 20, 30 jaar geleden gebeurd. Dus het is alsnog democratisch gelegitimeerd. De, zo, de, dat is de, eigenlijk de enige democratische basis die nog. Hè, alsof je tegen uh, Hitler is democratisch in het zadel geholpen. Vervolgens heeft hij de democratie afgeschaft. Met als uh, argument van ja, dat is natuurlijk uh, democratisch gelegitimeerd. Want u heeft mij gekozen. Dus ik, ik ben democratisch in staat om de democratie af te schaffen. Inspraakrondes, directe democratie, gemeentelijke democratie, provinciale democratie. Het heeft allemaal niks meer uh, om, om het lijf. Het, het mag gewoon helemaal niks meer uitoefenen. Het, het is gewoon enkel en, en alleen die staat die besluit. Tot aan de Raad van State heeft niemand nog enige zeggenschap over ja of nee van zo'n windmolenpark. Nee, dat klopt. En, en, en ik moet jou in die zin bijvallen. Het, het woord democratie, hè, die gebruiken we hier nu ook aan tafel. Uh, dat woord gebruik ik ook nog wel eens uh, in de omgeving als ik met mensen spreek. En iedereen die ik het woord uh, democratie noem, die zegt... niet boer. democratie is helemaal verdwenen in dit land. Wij zijn verworden tot een dictatuur. Hè. Die, 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 de dictatuur heeft het al lang gewonnen van de dekmantel van de schuilnaam democratie. Hè. En, en dat heeft alles te maken met het feit dat wij... In ons land naar de buitenwereld, naar de, op proberen te houden dat we een polderlandschap zijn. Mm -hmm. Maar het enige polderwerk wat wij hier gedaan hebben is fysiek stukken landroogpompen. pompen. Het heeft niks te maken met politiek. Um, um, de grootste projecten zoals dit hele klima klimaatakkoord is buiten de burger, buiten de Tweede Kamer tot stand gekomen. Ja. En dat laatste neem ik zelfs de Tweede Kamer kwalijk, waar een hele grote meerderheid natuurlijk heeft zitten slapen en ik ze daarom ook maar de Tweede Slaapkamer doe. Ja, ja. Ja, ja die, die, die dient enkel en alleen om uh, het beleid van zo'n regering uh, gewoon te beamen, zodat ja. alles erdoor gehamerd kan worden. Maar er ja. vindt voor de rest helemaal niks plaats. Geen, geen debat, geen echte stemming. Nee, ik vind vindt niks plaats. Wat wij natuurlijk wel zien eh, dat eh, de coalitie eh, afspraken zodanig eh, in betrokken gegoten zijn, dat dat ook onmiddellijke effecten heeft voor mensen die zich daar niet aan conformeren. He, we hebben natuurlijk eh, Pieter Omtzigt het verhaal eh, een en ander man meegekregen. Maar het laatste voorbeeld is natuurlijk Monika, Monika Keizer. Die, 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 die zegt van ja, ik kan dit hele corona-verhaal niet meer aan mijn buren en aan mijn, mijn familie uitleggen. Nee. Die kon beoefenen en er is daar achteraan een goud. Als wethouder die hetzelfde zegt, die kan ja. ook wel opstappen. Ja, maar dan denk je van, er zit ook geen ruggengraat bij die mensen. Dus op een gegeven moment kunnen ze niet meer verkopen aan de buren. En aan de kinderen of aan de, of aan de ouders. Dus dan krijgen ze gewetensvroeging. Maar dat ze dan denken van, ja maar verdorie, ik ben een gekozen volksvertegenwoordiger. Ik ga mijn zetel niet opgeven. Ja, dat, 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 dat verwacht je dan toch? Dat... Ja, nou ja, goed. Ik kan me dat bij een wethouder voorstellen dat hij dan eh, uit zo'n eh, 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 ja, bestuursgremium eh, 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 geweerd wordt. He, ja. Omdat men daar eh, probeert op één op lijn beleid uit te voeren. Ja. Maar als Tweede Kamerlid, ja, en, ja dan Manda zou je het had zeggen... gewoon haar zit, zetel. Hè, die was in een demissionair kabinet. was uh, minister of staatssecretaris, weet ik het. Die had gewoon uh, haar Kamerzetel, waar ze, daar had ze gewoon kunnen claimen. Ja, ja. En, 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 en wat daar achter schuil gaat, kunnen we alleen maar gissen. Ja. Maar het feit dat iemand met deze staatverdienst en met deze ruggengraad, tot nu toe, hè, ze heeft een heleboel functies ook uh, naar behoren ingevuld, mm. um, in één klap het hele politieke uh, circus de rug toekeert, ja. um, daar spreekt denk ik een heleboel frustratie uit. Zou je dan, als ik die gedachtegang volg, zou je dan kunnen zeggen dat zij misschien gewoon heeft ingezien dat er geen dat, dat ze, wat ze deed geen enkele zin had. En ook het blijven uitoefenen van haar Kamerlidmaatschap, dat dat geen enkele zin zou hebben. Is dat zoiets? Ik, ik denk dat we, dat, we dat, dat wel moeten veronderstellen. En ik begrijp ook dat uh, onze lachende premier achter de schermen zich ook als een dictator in die ministerraad gedraagt. Ja. Dus ik denk dat zij gewoon gedacht heeft van jongens, wat, wat doe ik hier? Hè? Hè? Op een moment kom je ook aan je eigen waarden toe. Ja. En hoe lang wil je je laten vernederen en overheersen uh, door mensen die er alleen maar. Voor hun eigen ego eer in toekomst zitten. Ja. Ja. He, dus daar, daar, en dat is denk ik wel een, 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 een belangrijk punt. Uh, als je mensen uh, uh, ...we hebben, met 10 miljoen mensen uh, zijn we naar de stembus gegaan, waarom stem je om mensen op stoelen te krijgen die jou vertegenwoordigen? Ja. Volksvertegenwoordigers. Ja, ja. In het moment dat je die mensen gekozen zijn, ja, dan blijken ze niet het volk, maar alleen maar zichzelf te vertegenwoordigen. Ja. En dat frustreert ook. Hè. We hebben 10 miljoen mensen hebben hun stem uitgebracht. En eh, nou ja, als je het mij vraagt, dan verandert er niks. Hè. Of ze nou wel of niet naar de stembus geweest zouden zijn. Eh, de hele club gaat gewoon weer verder. Ja, ze kunnen ook gewoon de hele, hele periode kunnen ze nu gewoon demissionair blijven. Want die vier demissionaire partijen die nu in het kabinet zitten, die willen ook weer in het volgende kabinet ja. met elkaar. Dus eigenlijk is een, een coalitie überhaupt overbodig. Laat het lekker demissionair, denken ze waarschijnlijk. Dat kan wegstellen. Het mooiste was toen dat, dat meneer Rutte zei van ze kunnen ze nou toch niet meer wegsturen. Daarom, dus, ja, uh, meer macht dan ooit. Ja. ja. ja, ja. Maar goed, het is, uh, het is wel een, 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 een trieste vaststelling in, 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 in een land die uh, voorstaat op een democratisch proces. Ja, ja. Hè, dus uh, daar heb ik best wel, uh, wel moeite mee. Ja. Uh, ja. Jij bent uh, ondernemer, je hebt een eigen bedrijf. Uh, we hebben in de voorgaande uitzendingen uh, uit de doeken gedaan wat jou allemaal is overkomen. Ja. Uh, en de, daarop ben je nog een keer teruggekeerd om de voortgang te bespreken van in, je, in, in deze zaak, in deze enorm complexe zaak. Die, uh, ja, goed, en dat is nu weer. Hè. We zijn aan een, sta, een station gepasseerd en er is een vonnis gevallen. Ja. Ga je nog in hoger beroep? Ja, ik ben uh, onmiddellijk in hoger beroep gegaan. Uh, ik, als je de, in de documentaire zie je mij ook met mijn hoofdscheur terwijl de rechter de uitspraak doet. Het, uh, het, voor mij klopt het van geen kant. Uh, mijn advocaat die zei ook voor de zitting nog van beste Jan. Ze hebben niks, jij hebt niks fout gedaan. Dus jij kunt uh, gewoon heel ontspannen deze zitting uh, tegemoet gaan. En dan komt toch dit konijn uit de hoed. En, uh, ik ben ook heel nuchter en heel eerlijk. Ja. Ze, ze hadden ook iets kunnen verzinnen van nou opruiming of zo. Hè? Dat, dat, misschien is dat niet eens te bewijzen. Maar, nou ja, dat, dat is wel maar dat, mooi. Maar dat, dat, dat zie je nog in de wetboek staan. Of, ja. dat is nog, daar kunnen ze nog iets strafbaars van maken. Ja. Dat is wel mooi dat je dat zegt, het woord opruiming. Want ik heb natuurlijk na die documentaire ook heel veel mensen gesproken die zeiden... Jan, met alles wat jij over, jou overkomen is, met alle ja, slimme en echt scherpe journalisten tegenover je... die je echt ook uitgedaagd hebben, ben jij altijd keurig en correct gebleven. Je hebt altijd heel netjes verbaal verteld hoe jij het ziet. Je hebt altijd namens je achterbaan gesproken. Je hebt nooit iemand op welke manier dan ook gestimuleerd tot verkeerde dingen, je hebt niemand uh, uh, beledigd of, 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 of wat dan, op welke manier dan ook verkeerd weggezet. Chapeau hè, voor ja. dat je dit zo hebt gedaan en nog steeds doet. Ja. Nou, dus het woord opbreiing is ja. dan ook niet aan dat de orde. Kunnen ze dat, zelfs dat hadden ze niet kunnen bewijzen en hebben ze dus ook niet gebruikt. Nee, nee. 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 Dus het is echt een niet bestaande categorie in het strafrecht... Waardoor je veroordeeld bent. Ja, dus een, ja, de, on, onvoorstelbaar. Ja. Wat is het oordeel en, en voor jou en Jan Hendricks? Wat, wat, over, wat hangt jullie nu boven het hoofd? Nou, Jan Hendricks die, uh, mm. is uh, veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. En ik ook. Um, 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 met aftrek van voorarrest. Een Dat voorwaardelijk, betekent. Voorwaardelijk een jaar? Nee, een, ja, een, een, een jaar gevangenisstraf. Waarvan een half jaar voorwaardelijk. En Jan Hendricks die heeft natuurlijk zijn half jaar uitgezeten. Ja. Uh, ik heb maar zes weken uh, ja, ja. gezeten en dat was voor sommige mensen de veronderstelling naar mij toe van Jan, daarom ga je natuurlijk in hoger beroep. Nee, ik ben in hoger beroep gegaan omdat ik niet veroordeeld wil worden voor iets wat ik niet gedaan heb. Nou ja, voor iets wat niet eens strafbaar is. Oh, nou ja, zo is dat ja, niet. Ja toch? Deze... Ja. Ja. Wat was ook weer precies het, het woord? Um, wij werden gezien als de drijvende, drijvende krachten kracht, achter ja. het verzet en uh, wij waren ook zeer standvastig in onze... Oh, beestrald. dat is wel verschrikkelijk. Ja. ja. Standvastig. Ja. 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 Nee, je moet wel kneedbaar zijn voor de overheid. Dat is, Jan, ja. dat weet je toch? Dat, dat kan, ja. Standvastigheid je. Ja. 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 ja, kijk, wat natuurlijk een punt was, en dat heeft Jan Hilmers ook heel duidelijk aangegeven. Ik heb helaas met heel veel mensen gesproken die mij dingen verteld hebben. Ja. Ik weet heel veel, maar ik ga dat niet uitleveren hier, die mensen. Ja. Uh, voor mij geldt natuurlijk hetzelfde in nog veel meer oh, varianten. Het is, is ook een soort gijzelsituatie geweest. Jij wilde geen mensen verraden waarvan jij wel meer wist. Ja, Jan Hendricks, ik bedoel, ik wist ja. helemaal niks gelukkig. Okay. Uh, nee. Ik hoefde ook niet naar woorden te zoeken om op om, 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 om wat voor manier mee te verbergen. Ja. Jan Hendricks wist wel veel. Ja. Um, 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 dingen die hij gelukkig niet met mij gedeeld heeft ook. Hmm. Uh, en voor mij was het heel simpel. Uh, uh, ja, ik was woordvoerder. En allerlei mensen klapten mij aan van: Jan, ze moeten die dingen opblazen en ik schiet ja. ze lekker en, en de eerste auto die kan dat Maar dat heb je hier in Groningen zomaar: gaswinning. Mensen zijn woedend. Windmolenparken, mensen zijn woedend. Nou ja, het ja. is ook heel simpel. Uh, op het moment dat de, de, de overheid uh, er een potje van maakt... ja, dan ontstaat rebellie. Nou ja, levensverwoest. Levensverwoest, ja. 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 Nou, dat, wat, het, het, je hebt het over levensverwoesten. Uh, Jan Hendricks is <coughs> een half jaar vastgehouden... Ja. omdat hij verdacht werd van het in gevaar brengen van de volksgezondheid... omdat men... Had gezegd dat er bewijzen waren dat hij met asbest gestrooid had. Ja, er was een partijtje asbest geloosd bij een windmolen, toch? Ja, op een in, plek in de waar de een stijl. molen gebouwd zou gaan worden. Ja. Om, om dat een beetje te saboteren. En daar is iemand dus echt een half jaar voor vastgezet. Ja. Ja, alleen... zonder, zonder vorm van proces gewoon even een van een half jaar. Ja, nou ja, en, en, en dat kan in ons land. Hè? Ja. Wij uh, hebben, uh, ik heb een. In, nou ja, dat, in... het kan ook in Brazilië en, 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 in, uh, en, en in Mexico en noem maar op, waar het waar allemaal kan. Hè? Dus ja, waarom niet hier? Ja. Ja, we ja. Zijn ook, uh, Wij gaan ook vooruit in de vaart, volkeren, kom op. Ja, we ja. moeten wel een beetje mee natuurlijk. Ja, ja, <laughs> ja. ja, ja. Nee, maar goed, um, en wat natuurlijk diep triest was, is uh, dat uh, rechters uh, um, uh, tien keer meegegaan zijn met uh, pro forma zittingen om zijn uh, voorlopig hechtenis te verlengen op grond daarvan. En uiteindelijk, toen het ja. puntje bij het paaltje kwam, toen gaven ze aan dat ze helemaal geen bewijzen hadden. Dus ook het Openbaar Ministerie heeft op dat onderwerp de rechters op het verkeerde been gezet. Dus die asbestlozing kon hem uiteindelijk niet in de schoenen geschoven worden? Nee. Op basis waarvan hij wel een half jaar al gezeten heeft? Klopt. Ja, en men heeft hem ook verteld dat er bewijzen waren. Ja. Maar waarschijnlijk was dat een uh, trucje van, uh, van het Openbaar Ministerie om hem tot bekentenissen te dwingen. Ja. Onvoorstelbaar. Een ander ding wat je vertelde is dat Jan Hendricks een uh, fikse rekening heeft gekregen van de rechtsbijstand. Ja, um, um, dat was een verbazingwekkende vaststelling. Kijk, um, Jan um, zei echt oprecht, het, als je de documentaire ziet, dan zie je ook aan Jan dat het hem allemaal nogal, aange, nogal geraakt heeft. Ja, maar dat gaat je ook niet in de koude kleren zitten. Nee, nou ik heb er gelukkig geen spierlast van gehad, maar drie, zes weken of zes maanden is ook een heel groot verschil. Ja. He? Um, Jan zei van, ik ben er klaar mee. Mm. Ik heb uh, de straf die mij opgelegd is uh, kennelijk uitgezeten. Ik doe niks meer, ik wil het boek sluiten en ik wil verder met mijn leven. Nou, dat is nogal een, een bouwde uh, keuze die hij gemaakt heeft. Uh, maar vervolgens, een uh, week of drie later, komt hij bij mij en zegt: Jan, moet eens kijken wat ik gekregen heb. Liet hij mij een brief zien van de Raad voor de Rechtsbijstand, waarbij uh, onze overheid de uh, door hun aan Anker en Anker uh, gefactureerde uh, of, of uitbetaalde uh, advocaatkosten van Jan bij Jan. Indient 32.000 euro. Ja, maar waar is dat op gebaseerd? Dat blijkt uh, een regel te zijn in onze Nederlandse wet. Hè, waarin iemand die veroordeeld is, uh, vervolgens uh, als je uh, uh, vermogen voldoende is. Um, of je inkomen genoeg is, dat zelf moet betalen. Dat heeft ja, niemand mij ooit verteld. Maar 32.000 euro kun je gewoon niet, dat, dat kan je niet ophoesten? Dat, heeft, dat heeft, uh, ge, ja, maar... hebben we bijna gewoon in mensen op de bank staan. Ja, maar Jan H. ook niet. Nee. Nee. Maar hoe wordt zoiets getaxeerd? Heeft hij een, een huis waar, wat hij daar maar moet gaan verkopen? is? Dan Wordt dat zo? Uh... Het werd uh, gebaseerd op zijn inkomenspositie van 1997. Nee, echt? <laughs> ja. Nee. <laughs> ja, dus we kijken gewoon een, een aantal jaren achterom. 25 jaar geleden. Uh, zeg ik het goed? 2017. Nee, oh, nee, ook, nee ook, ook 97, 2017. Ah, ja. Ik, ik, ik ja. spreek me. Hm. Dus een jaar of vier geleden. Die inkomenspositie, uh, 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 ja, dat hebben ze naar gekeken en op grond daarvan komt dit eruit. Ja, als je, als je boven modaal verdient of boven de 20k, dan krijg je al een... Uh, ja. ja, dan ben je aan de beurt denk ik. Ja. Ja. Dus dan kun je geen beroep uh, do doen op de prodeo-advocatuur? Nee, nee, Tjoo. nee. Ja. Maar in ieder geval, uh, verbazingwekkend om dat op deze manier te moeten ervaren, hij heeft dat nooit in één krant gestaan. Heel niemand weet dat. Maar verandert dat nou zijn opvatting, dat hij misschien toch in hoger beroep gaat? Kan niet meer. Je moet binnen twee ja. weken naar de uitspraak in hoger beroep. En de uitspraak oh. is, uh, is, uh, is 16 april geweest, dus... Uh, ja. Ja, dus dat die, die tijd is geweest. En ik vraag mij het zelfs af of hij dan alsnog dat gedaan had, omdat hij zei van ja, ja. Um, ik heb uh, zoveel negatieve dingen ervaren. Uh, 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 ik heb uh, tussen zware criminelen gezeten. Uh, um, en um, alles wat mij overkomen is, is uh, had ik niet kunnen verzinnen. Dus ik wilde niet nog een keer in die onzekerheid uh, terechtkomen. Niet alleen voor hemzelf, maar ook niet voor zijn familie, die daar ook heel veel hinder in, 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 in last van heeft gehad, dus ja. natuurlijk in nog heeft. Ja. In welk jaar is hij opgepakt? Uh, het was, uh, even nadenken, uh, 19 juni 2019. Oké. Okay. Dus dan kijken ze naar de inkomenspositie van één jaar daarvoor. Terwijl zij ook zelf wel weten dat als je dit allemaal meegemaakt hebt, dat je never nooit meer aan het werk komt. Dat je geen geld meer kunt verdienen. Ja. En dan schuiven ze hem de 32.500 euro rekening in de schoenen. Ja. Aan iemand die, die het nooit meer. Die ze zo kapot gemaakt hebben dat hij dat nooit meer gaat ophoesten. Klopt, precies. Ja, ja. ja hij is zijn inkomen kwijt, uh, ja. noem maar op. Dus ja. uh, een diep drama. Ja, kun je ja. dat eens schetsen wat daar allemaal over, over hem heen is gekomen? Kijk, jij hebt je bedrijf nog. Ja. Maar, uh, en, en je hebt het karakter dat het min of meer van je afglijdt. Ja. Maar goed, je hebt ook een vrouw en kinderen. En uh, ja. Ja, de, niet iedereen uh, gaat daar natuurlijk even makkelijk mee om als jij dat hebt kunnen doen, Klopt. gelukkig. Ja. Maar hij is dus zijn baan kwijt. Ja, Jan die had natuurlijk een, 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 uh, een, een situatie waarin hij uh, ja, al, al voor een deel een, een uitkering had. Um, uh, maar goed, die, die uitkering is gestopt en, 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 uh, ja, en, en, en hij heeft daar eigenlijk geen inkomen voor in de plaats uh, gekregen. Maar dus hij heeft de moest... uitkering gestopt vanwege die veroordeling. Nee, dat, dat had te maken met het tijdsverloop. Dat, dat was een, 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 een uitkering die een bepaalde periode liep. Ja, ja. Um, uh, maar goed, uh, wat jij zegt met deze achtergrond, kom je ook niet zo makkelijk weer, uh, weer, ja. weer aan, aan de bak niet. Dus dat is wel een, uh, een, een, een drama allemaal. En dan uh, ook zo'n uh, ja, nabrander hè, van onze overheid, om het even zo te noemen, ja. waar je ook geen enkele manier rekening mee houdt en die er ja. ineens gewoon ligt. Ja. Het enige wat, uh, ja, hij heeft natuurlijk heel veel mensen die een warm hart toedragen, die ermee gezeten hebben en die ermee zitten. Het bijzondere is dat men, uh, om Jan te steunen, een crowdfundactie heeft opgezet. Oké, okay, mooi. Ja. En uh, de laatste stand weet ik het niet. Maar vrij snel was daar al 8 of 10.000 euro op binnengekomen. Ja. Maar ja, dan moet natuurlijk het volledige bedrag uiteindelijk gekroudvind worden. Ja. Is er een pagina nog steeds, Is die nog steeds in de lucht? Ja, die is nog ook? Okay. steeds uh, ja. 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 Dan, ja. dan zetten we de link even onder deze video. Als u uh, Jan Hendricks wilt steunen om die enorme boete te betalen. Of ja, boete. Ja. Dan uh, kunt u dat uh, kunt u daaraan bijdragen. Ja. ja, heel goed. Ja, dat is ook de enige manier waarop je zo hem kunt ja, helpen op, op dit manier. Ja, maar dat je dit moet doen als burgers met elkaar ook, zegt ja. ze. Ja, ja. Het is te gek, dit. Ja, ja klopt hoor. Dat, dat is ook echt heel, heel, absu heel absurd ook. En um, ja, waar wij natuurlijk grote moeite mee hebben nu, is dat... Jan veroordeeld werd en uiteindelijk konden ze daarin maken voor het in gevaar brengen van de volksgezondheid. Maar je hebt waarschijnlijk ook gezien in allerlei kranten... dat er nu toch hoogleraren zijn die het RIVM betichten... van het opdragen aan windbodembouwers, van adviezen over volksgezondheid... dat niet in het geneen zou zijn. Waarbij hoogleraren nu zeggen dat het absoluut wel het geval is. Iets wat wij al tien jaar weten. Waarvan het RIVM steeds zei van nee, maar dat is niet zo... Je weet, RIVM is ook een overheidsinstelling, ja. die moet natuurlijk ook in de pas lopen ja. met, uh, met wat onze ambtenaren in onze politiek wil. Maar ja, Jan die, die heeft een open brief geschreven en die schreef in die open brief van um, volgens mij um, zijn er nu uh, mensen aan te wijzen in onze regering die uh, de volksgezondheid in gevaar brengen. Moeten die dan niet achter slot in Grendel nu? En moeten die niet, niet op basis van een twaalfjaars ijs veroordeeld worden? Wat is de twaalfjaars ijs? Nou, als jij de volksgezondheid in de vaar gebracht hebt, dan kun je twaalf jaar zelf rijden. Oké. Okay, ja. ja. En um, je hebt waarschijnlijk ook in de krant gelezen dat uh, William, uh, William Moorlaag, wij noemden hem altijd roofridder Moorlaag, uh, in het uh, windmolendossier in Veenam in, in Veen Medem. Is dat een Dat een plaatselijke held? Plaatselijke wethouder, plaatselijke held, uh, een anti-held is het denk ik meer. Van Rijderland of welke gemeente? Uh, hij, hij, was, uh, hij was gereputeerd in Groningen. Oh, provincie. Ja, ja. ja provincie. Kijk. En, uh, en uh, hij komt ook in die documentaire een aantal keren uh, langs. Hmm. En hem is de vraag gesteld van beste meneer Moorlag, wat had u gedaan als u dit achteraf allemaal had geweten, nu heel duidelijk bekend is dat de windturbines volksgezondheid in gevaar brengen? Hmm. Wat zegt de man? Uh, zag hetzelfde als wat ik toen gedaan heb, want ik voer alleen mijn beleid uit. So. En toen zeiden een aantal mensen tegen mij: van Jan, dit doet ons heel erg denken aan uh, uh, het credo: beveel is beveel, waar we ja. langer, liever niet aan willen worden herinnerd. Ja, maar dat ook. Maar je gaat als, als gedeputeerde uh, beleid uitvoeren, dus dat waarschijnlijk bedoelt hij rijksbeleid. En, uh, maar de, als, alsof je als provincie geen autonome uh, beslissingsbevoegdheid. Dat, dat je dat gewoon op voorhand al weggeeft, en dat je dan als provincie. Tegen deputeerde zegt van ja, maar ik ben alleen maar een beleidsuitvoerder. Waar dient die hele provincie dan nog voor? Het ja, is toch een autonoom democratisch orgaan? Dat zou je denken, ja. uh, alleen kennelijk loopt het provinciebestuur en uh, we komen misschien nog even op de naam Niemke Holman uh, terecht. Ja. Uh, ook in de pas met uh, de voornemens in de beleidskeuzes uh, van, uh, van de overheid. Ja. Hè? Want uh, uh, ja, we hebben, in, Rutte, die, die heeft er ook heel vaak aangegeven. Uh, je moet wel datgene uitvoeren en nazeggen wat hij wil. Ja. En misschien zijn ze daar dan toch op een of andere manier wel heel gevoelig voor. Ik heb uh, altijd gedacht bij Nienke Homen dat ze echt in haar fantasieën geloofde. Dat is de, de, de gedeputeerde van GroenLinks. Die ja. is net vertrokken. Een paar dagen geleden is ze opgestapt. Hij heeft is ook heel erg... Hij uh, ja, heeft altijd zwaar onder vuur gelegen vanwege belangenverstrengeling. Zij is... Uh, Onder andere bezig met de implementatie van de Sustainable Development Goals. Dus de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN in Groningen. Ze heeft daar uh, stichtingen voor opgericht. Maar in de media wordt zij altijd in verband gebracht met energietransities uh, in de derde wereld. Maar het, wat zij hier doet in Nederland is nog, uh, is nog allemaal onder de, onder de dekmantel gebleven. Dat heeft nog niemand heeft daar echt onderzoek naar gedaan. Uh, maar ze, die is opgestapt zonder opgaaf van redenen. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Heel bijzonder. Uh... En die speelt dus een hele rare rol in deze windmolen uh, uh, ja, soap. Nou, het is, een, het is echt een windmolensoop. Dat klopt. Wel een soop met hele vervelende negatieve bijwerkingen voor mensen die het overkomt: mm -hmm. um, he, waterdaling, slaagschaduw, ja. gezondheidsklachten. Ja. laag frequent geluid. Laag geluid. Ja, uh, maar dan hebben we het. Ja, met Marijn Poels hebben we het vooral gehad over uh, uh, dingen als. Uh, even een mugje uit het magazijn verwijderen. Maar over dingen als de. ...het uh, gif wat van die wieken afwaait. Dat is de, die wieken ja. die verkruimelen op een duur... ...aan land, hè, we hebben het hier over landpark. Uh, die wieken verkruimelen over een looptijd van 15 tot 20 jaar... ...en dan komt daar de meest waanzinnige zooi aan gif... ...komt daar per jaar van een zo'n molen afgedwarreld... ...over alle land heen. En uh, dat, dat mag allemaal. Er hangen zoveel... ...er, er zitten nog in die turbines zelf... ...dus niet alleen van de wieken, maar in de turbines zelf... ...zit allerlei materiaal... Uh, Kwik, meen ik ook. In ieder geval hele rare materialen die ook gewoon de, de rondte in gewapperd worden. Die, uh, dat stoot zo'n molen gewoon allemaal af. En dat, dat komt allemaal in de omgeving terecht. Ja, dat klopt. Ik, uh, ik, ik ben geen techneut op dat gebied. Maar ik heb wel van mensen uh, uit Meden, uh, die daar wel uh, in, 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 voor doorgeleerd hadden, heb ik gehoord hoeveel uh, van dat soort stoffen uh, de atmosfeer door die windturbines in <coughs> wordt. Ja. Dat moet enorm zijn. Maar dat zijn allemaal uh, zaken die niet onder de, uh, uh, in de openbaarheid komen. Want windturbines, duurzaamheid is tot een heilige graal verheven. Ja. Duurzaamheid zou betekenen dat alles he, groen, wordt het allemaal genoemd. Uh, en als je iets groen vindt, of als groen bestempelt, dan denk ik altijd van hé, hey, dan zorg je ervoor dat leven van mensen, dieren en de omgeving daardoor in de geval ja. in stand blijft of verbetert. Ja. Ja. Maar wij weten intussen dat groen gifgroen is, omdat mensen doodziek van windturbines worden. Ja. He, en, 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 en ja, dat, dat mag allemaal. En daarbij heb ik ook sterk de indruk dat burgers er niet toe doen. Ja. Wij zijn alleen maar vervelende inwoners van Nederland. Belastingbetalers. Dat zijn da, we. Da, da, da moeten ja. we wel doen. He? We ja. moeten wel uh, ons overheidapparaat in stand houden. We mogen ook naar de Tweede, naar de tweede Kamerverkiezingen en naar Provinciale Staten en gemeenteraadsverkiezingen. Maar vervolgens moeten we ons niet meer roeren, want dat is heel vervelend. Ja, ja. He, en als je dan ook nog voor je eigen gezondheid opkomt, nou, dan ben je wel helemaal fout bezig. Ja. Over, dat, over dat gif uh, van die windmolens, en nogmaals, daar leest u dus veel meer over in Epoch 14, dat interview met Marijn Poels. Dat is echt, uh, daar staat zoveel informatie over. Ik zat zelf met mijn ogen te klapperen van wat ik las. Uh, oh. met, en dat gaat u ook doen. Um, wij gaan uh, uh, voor dit dossier heb je hele interessante dingen uh, boven tafel gehaald over uh, rond, rond die windmolens. Ja. Dus de, de windmolens in onze, uh, nou ja in Oost-Groningen dan, maar eigenlijk, dat, dat geldt natuurlijk voor alle windmolens ja. in Nederland. Daar zijn uh, veel meer problemen mee aan de hand dan we uh, tot dusver wisten. He, dus... De, uh, de, de, ja, het remmen van die dingen, dat ze op hol slaan. Daar heb je heel veel informatie over uh, verzameld. Ja, klopt. Uh, wat we natuurlijk ook weten is dat er uh, allerlei windturbines ook gewoon spontaan in de brand uh, vliegen. Ja, gebeurt dat veel? Dat gebeurt heel veel en dat blijft ook buiten de pers. is dat in jullie, in Groningen, is dat al gebeurd? Ja, dus in, in, in het, aan de Drentse kant, in, in het Venkjordiale deel in Drenthe is dat gebeurd. Daar is een uh, windturbine um, um, in een fik gehaald, hm. um, in, 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 in de gondel bovenin dus. Ja. En dat is buiten de pers gebleven, totdat wij uh, uit de windmolen-app uh, van de windboeren ja. uh, foto's kregen van ah. wat daar gebeurd is. Ja. En je moet heel voorzichtig zijn. Uh, het blijkt ook dat er een, een monteur uh, door de steekvlam geraakt is, die met ja. een ambulance is afgevoerd. Maar dat krijgen we nergens bevestigd. Dus ook, 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 ook daar blijft het gissen. Maar goed, waar rook is, is vuur in dit geval. Ja, ja, ja. Um, maar uh, ja, en, en, en hoe is dat nu ontstaan? Uh, het blijkt zo te zijn dat al die windturbines op een verkeerde manier aangesloten zijn. Um, nee. Ja, ja, ja. Wat? Nee, echt? Ja, ik heb dat uh, uit meerdere bronnen bevestigd gekregen. Die, uh, nou ja, je weet natuurlijk hoe de kabels door de grond heen naar de ja. windturbine uh, ja. naar boven in de gondel. Vlak onder de rotor zijn die dingen natuurlijk afgesneden. Daar hebben ze uh, moffen, verbindingstukken opgezet. En vanuit die verbindingstukken is de verbinding naar de rotor gemaakt. Mm -hmm. um, um, die verbindingstukken, die, 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 die moffen, die smelten bij 90 graden. En um, um, het feit dat um, 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 die dingen meer weerstand opleveren dan de kabel zelf, yeah. heeft kennelijk bij een te grote uh, 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 snelheid van de wieken ervoor gezorgd dat die. ...gesmolten zijn en dat het bovenstuk in de fik gegaan is. 90 graden is niet zo heel heet, dat, dat... Nee, uiteindelijk is het 500 graden geworden, in, in die... Uh... Ja, maar dat, dat, dat lijkt me... Als je, dat, als je die dingen ziet draaien... ...en, en, je, en je weet... Uh, ...ja, de, de enorme krachtige gewicht van die, van die dingen en hoeveel energie daar in die rotor bij elkaar komt... <laughs> ja. Ja. ...dan is 90 graden niet genoeg. Zou je denken? Nee, ja, dat klopt. Dan nee. mo moet je toch weten als ontwerper dat van een, een mofje om zo'n ding van 90 graden, ja, dat is zo weg. Ja, nou ja, dat is het, het, het andere probleem. Maar wordt dat dan niet vervangen allemaal? Of laten ze het gewoon allemaal draaien? Ja, we zijn daar niet over uit nog. Kijk, uh, wat natuurlijk een enorm risico is voor de omgeving, uh, op het moment dat zo'n windturbine in de fik gaat. Ja. Dan ontstaat er nou, natuurlijk een kortsluiting, dan zijn die dingen op afstand niet meer bestuurbaar. En wat jij zegt, die dingen hebben natuurlijk een enorme waardigheid, uh, niemand, kan erbij. niemand ja. kan erbij. Maar op het moment dat ze niet meer geremd kunnen worden, dan kan die middelpuntvliedende kracht zo groot worden dat wieken 2,5 kilometer weggeslingerd worden. Echt waar? Ja. Ja, en dan is in het hele vencoloniale gebied in Groningen en Drenthe niemand meer veilig. Want die molens die staan allemaal op dichter dan twee kilometer, soms een paar honderd meter van de huizen. En die molen die in de fik gevlogen is, is die op tijd kunnen blussen of is dat ook ontploft? Of, of ja, dat, 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 Op een of andere manier hebben ze, hebben ze geluk gehad dat er geen wind stond. Dus ah, dat ding is ah, aan de binnenkant uitgebrand en toen was het over en uit. En omgevallen of zo? Nee, of is wat... blijven staan. He, helaas. We he, ja. hadden natuurlijk heel graag gezien dat hij wel de goede uh, kant opgevallen was, ja, ja. maar uh, dat hij er nu niet meer zou staan. Maar ja, dat, dat, is, dat is nog maar eigenlijk één probleem. Draait hij weer? Of, of, nee. Hij staat nee, er nog? Nee, hij staat nog stil. Uh, bijna alle windturbines in het Drentse deel van, uh, van de Veenkroning staan stil. Nee. Ja, ja dus, dus er draaien één, twee of drie soms. Waarom? Men wil ons laten geloven dat dat testfases uh, zijn. Maar eh, 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 de, eh, de voorman van, van, van de windturbines, eh, Wim Bolters, de, de woordvoerder van, eh, van, van het Drennsen gedeelte, die heeft aan de gemeenteraad van borg doorn verteld dat het nog wel een heel aantal maanden kan duren voordat ze allemaal weer in bedrijf gaan, omdat ze niet aan chips kunnen komen. Nee, zeg. Nou ja, en, en, en dan denk je, van ja jongens, uh, uh, je kunt niet aan chips komen, die dingen kunnen niet draaien, gelukkig voor de omgeving niet. Ja, ja. Maar dan wil ik eigenlijk ook de overheid oproepen om gewoon op hun strepen te gaan staan en zeggen, jongens jullie hebben subsidies toegekend met ja. een bepaalde deadline, vanaf dat moment moeten jullie produceren om die subsidies te krijgen. Ja. Doe dat met een streep door. Ja. En uh, met als effect dat wat mij betreft dan al die windmolens weer weggehaald kunnen worden. We hebben in de documentaire gezien hoe ze gebouwd zijn. Dus Zo iedereen openen, die... Uh, dan beneden. Dus ze zo kunnen ze weer naar beneden. Ja. ja, het was een koud kunstje om al die rondes uh, plat te schuiven, uh, zodat die grote dingen er langs konden. Maar er was toch ook iets uh, met een Europese uitspraak uh, over die windmolens, dat ze überhaupt... Uh... Niet gebouwd hadden mogen worden. Ja, dat is goed dat je dat even benoemt. Dat is een heel belangrijk punt ook. Um, uh, wij hebben natuurlijk altijd uh, aandacht gevraagd voor het verdrag van Aarhus. Um, dat is een afspraak mm. geweest die uh, de Europese landen uh, een tiental jaren geleden gemaakt hebben in het Deense Aarhus. Dat als jij een plan uh, 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 uitrolt, die een enorm effect heeft op de omgeving en op de mensen die daar wonen, dan mag je daar pas mee aan de slag gaan nadat je al die mensen gehoord hebt, nadat al die mensen hun bezwaren hebben kunnen indienen, dan moet er de notitie rijkwijde in detail opgesteld worden en als die aangeeft dat het zou kunnen, dan mag je pas naar de vergunningsverlening toe. De basis van Aarhus was toen van je mag wel. Uh, grote plannen uitrollen, maar de omgeving moet er niet slechter, eigenlijk beter van worden. Zo. Nou, dat verhaal van Aardus hebben wij al uh, zes jaar geleden uh, uh, aangekaart, daar ja. zijn we ook ontvankelijk voor verklaard, is ja. er is nog geen uitspraak Kijk. over. Ja. Maar wat veel belangrijker is, is dat het Europees Hof van Justitie twee windturbineparken in België de vergunning van vernietigd heeft en één in Frankrijk. Zo. En dat is ons voorland, want ook in België en Frankrijk hebben ze zich aan dezelfde fouten uh, schuldig gemaakt als hier in Nederland. Namelijk de omgeving niet betrokken bij het standnomen van de plannen. En die parken staan er al? Die staan er alle drie. En die en worden weer? De Europese rechter heeft over Frankrijk uitgesproken dat de zeven turbines die bij Marseille staan gesloopt moeten worden in de sloopkosten, geschaad 850.000 euro per turbine, of, door of de 850.000 euro sloopkosten per turbine. Zo. ...door de exploitanten betaald moeten worden. Zo. Hoeveel staan er in Oost-Groningen? Wij hebben hier uh, met elkaar uh, 80 staan. Dren dus, uh, Drenthe-Groningen? Ja, Drenthe-Groningen. En dat is tussen, ergens tussen uh, de... Uh, ja, zeg... Uh, ik, ik weet het eigenlijk niet eens... Uh, Beginnen ze bij Ter Apel of waar beginnen ze aan? Nou, in Ter Veendam? Apel heb je de Duitse molens. Ja. Eh, molens mag je eigenlijk niet noemen. Ze zijn turbines. Ze zijn industriële ja. objecten ja. Eh, met een enorm impact op de omgeving. Maar eh, achter eh, Nieuw-Weerdenk staan de eerste. Dat loopt hmm. helemaal door tot aan Nieuwe Diep. vaak. En vervolgens ja. gaan we het water over richting Veendam in Meden. Ja. Dus we hebben daar een hele grote... Maar het loopt toch ook helemaal naar het noorden toe? Richting uh, Delfzijl? Ja, ja. Onze windturbines tussen aanland is tegenstil. dat is tot en met boven Veendam, en boven Medem, ja. ja. en vervolgens hoeft u maar een heel klein beetje verder te kijken, en dan zie je ze in Delzijl. Precies. En Delzijl, dat was de eye-opener, want de uitbreidingsplannen daar, die zijn uiteindelijk door de Raad van State afgewezen op basis van de Europese uitspraken. Kijk. En dat is wat ons betreft ook ons voorland. Wij... Dus dan heb je dat hele, hele stuk van Midwolda. Dus eigenlijk dat, dat gebied, dat, het gebiedje tussen Delcel en de A7, waar nu geen molens staan, die blijft vrij. Die blijft vrij. Want dat was volgepland. Dat klopt. Ja. 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 Het zou echt één grote windmolenpark zijn, echt de helft, meer dan de helft van Groningen zou helemaal vol staan. Ja, ja. ja dat, dat is echt een hele duidelijke uh, strategie ja. geweest. Die uh, nu waarschijnlijk uh, ja, gewoon uh, in de prullenbak kan. Ja. En wat ook in de prullenbak kan, dat lees je ook in de kranten: uh, dat allerlei gemeentes. He, je hebt de, de regionale energiestrategieën. Ja, he, waarbij de ja. overheid eigenlijk uh, ja. bij de gemeentes over de schutting gehoord heeft. van jongens, zorg even dat jullie die duurzame energieplannen uh, realiseren. Ja. ja, al die regionale energiestrategieën kunnen ook in de prullenbak. Mm. Want als je windplannen in Nederland. Wilt realiseren, dan loop je tegen het Unierecht aan, het recht van de Europese Unie, de wetgeving waar wij ons in Europa ondergeschikt aan zijn. Nee. En die zegt van je moet eerst een uitgebreide milieueffectrapportage ja. opstellen. Ja. Uh, ja, en dan blijkt bij ieder milieueffectrapportage over windgebieden dat de buren en de mensen er last van hebben, dus het kan nergens meer. Nee. Uh, dus uh, uh, hoogleraar Koers die, die, die gaf ons een haan. Hij zei: Nou ja, hij zegt, ik, 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 ik ben geen actievoerder, Ik kijk er alleen maar met een wetenschappelijke blik naar. Mm. Maar als je het mij vraagt, is dit een Mission Impossible in het einde van alle windplannen in dit land? Mooi. Dat idee dat mensen slagschaduw en bromtonen horen. Dat is natuurlijk als je er woont, is het ook zo. Mensen kunnen er gek van worden. Ik weet dat uit. Uh, ik heb er ook familie wonen, dus dat uh, kan ik beamen. Maar ik, ik weet niet of dat soort subjectieve. Uh, uh, ja, gevoelens, hè, wat waar, uh, zoals we ook met de aardbevingen meemaken. Ja, u voelt wel aardbevingen, maar ze zijn er niet. Hè. Dat heb ik letterlijk ook te horen gekregen. We wonen hier in het aardbevingsgebied. Ja. Uh, dat, of dat, misschien is het niet misschien gewoon handiger dat je, dat je zegt van ja, de, die windmolenwieken lekken gewoon tientallen kilo's gif per jaar over hun directe omgeving af. Uh, er wappert van alles naar beneden aan waanzinnig giftig spul. Dat, dat, dat is alleen al, dat is zo objectief. Het is gewoon vast te stellen ja. hoeveel. Ik bedoel, een, een, leg twee weken, een nieuwe week en een oude week van 15 jaar oud, leg ze naast elkaar en kijk hoeveel de honderden kilo's eraf gewapperd worden uh, aan, aan, aan gif, vezels, uh, coatings, aan, aan kwik en, en olie en alles ja. wat uit die, uit die bladen en uit die uh, turbine wappert. Ja. Ja. Dan, ja, dan is het gewoon voorbij. Dat zijn gewoon hele meetbare grootheden. Ja, en dat komt allemaal over die akkers heen. Ja. Dat komt allemaal in de gewassen. Klopt. Ja. En dat eten we allemaal weer we op. Allemaal dat weer dat op. gaat allemaal weer ja, de, of de ons, voedselketen. Of ons vee. Ja, over ja. vee vooral ook. Ja. Ja. Nou ja. wat jij noemt is natuurlijk uh, 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 heel erg belangrijk. Hè? Uh, uh, wij moeten wel. Uh, uh, overtuigend aan kunnen tonen dat windturbines uh, schadelijk zijn. Ja. Um, um, het advies dat wij kregen uh, van, uh, van, van advocaten in het bestuursrecht, die zeiden van... leg een bestand aan, heel gedetailleerd, van alle mensen die op allerlei momenten... in allerlei vormen, uh, in allerlei tijdsbestekken, hinder ondervinden. Ja. Um, um, daarmee kunnen jullie bij een raad van State een landsbreken. Kijk. Om ja, in het kader van, 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 van de volksgezondheid die dingen stil te zetten. Ja. En daar zijn we nu ook mee bezig. We hebben een, een website geopend uh, uh, op, op, op platform Storm. Ja. Windturbineklachten, Aperstaat, platform, Storm.nl, we hebben het ook in, in een aantal kranten meegestaan de laatste weken. Mooi. En we zijn dus nu aan het verzamelen uh, met, 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 met klachten van omwonenden, mensen die hoofdpijn hebben, die zich erger aan de lampjes, die, ja. die dag en nacht dat geboes horen, die uh, die lampjes, het, 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 Ik vind het ongelooflijk ook hoor, als je dan, ik rijd nog wel eens richting Berlijn en dan dat stukje Groningen, grens, de, de stad Groningen, Duitse Vredelijk. grens. En, en je, je rijdt de stad Groningen uit en die lampjes dim, doemen gelijk al op. En dan kom je richting Veendam, Veendam, Veendam. En dan, dan het is groot, het is hoog. En je in dat zwart van de nacht, zolang je zover je kunt kijken, die, die enorme zee van rode lampjes, en die wieken die maar gewoon er doorheen blijven, blijven gaan. Ja. Ja. ja, het is, het is onrust. Ja. En het beangstigt ook. Um, het geeft ook een heel irreëel beeld van, van de omgeving. Mm -hmm. Het lijkt ook net alsof je tegen een muur aan. Het is een megalomaan idee. Wat je, dat, dat, het is heel groot, ja. ja. Zeker, ja, ja. En ik, ja. En bij Marijn Poels in Duitsland, die woont dan ook vlak naast een windmolenpark. Um, ja, dan sta je, nou, zeg, 300 meter van zo'n molen af. Maar dat lawaai is echt gewoon... Uh, dat, ik, vond het, ik vond het veel harder dan ik ooit had gedacht. Ja. En dat was nog niet eens een hele grote molen. Nee, nou ja, goed, en, en, en dat probleem, hè, dat kun je niet negeren, want ja. die molen draaien dag en nacht. Ja. Dag en nacht heb je dus dat hinder. Ja. Mensen kunnen er slecht van slapen. Eh, en als we het dan hebben over het in de gevaar brengen van de volksgezondheid, hoezeer is de overheid aansprakelijk als daar buschauffeurs, taxichauffeurs, mensen die eh, in het verkeer hun beroep hebben, eh, s'nachts niet kunnen slapen door die windturbines en ongelukken veroorzaken. Ja, dus geen nachtrust. Precies. Maar daar hebben we het over. Mensen die echt gewoon permanent geen nachtrust krijgen, ja, die niet sla slapeloosheid is echt een, een ding. Dat is een drama. Ja. Uh, uh, we hebben ook een heel expliciet voorbeeld. Uh, uh, Kirsten Muntendam, ik noem even een man en paard, uh, uh, woont in Meden, heeft het huis van haar vader gekocht van opa. Je moet niet zo overdrijven dat met die windturbines valt best wel wat mee. Oh, daar wou zij er wel wonen. Toen is zij daar ja. gaan wonen. Ja. Vervolgens kon zij niet meer slapen. Heeft zij in een camper in de, in de tuin gezet om in te slapen? Dat meisje wordt helemaal wild. Die, 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 oh. he, dus, dus dat zijn voorbeelden van, van, van ernstige hinder, overlast... Ja. en dus ook gezondheidseffecten in verkeerde zin. Ja. 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 En dan hebben ze het nog over... Of die windmolens 500 meter bij woningen vandaan komen of 200 meter. Dat, zijn allemaal, dat maakt allemaal niet uit. Dat, dat geluid draagt heel ver. Dat geluid draagt heel ver. En laagfrequent geluid, dus de trillingen door de grond, die dragen nog veel verder. Ja. Uh, uh, professor Pereira uh, uit Portugal die legde uit dat laagfrequent geluid. ...tot 30, 35 kilometer door de grond heen is verplaatst. En dat is ook een van de oorzaken, waarschijnlijk... ...dat er zoveel onrust in de Noordzee is... ...waarin ja. vissen ja. uh, in, in orka's in dolfijnen en ja. dat soort dieren... Uh, ...gedesoriënteerd. Ja, klopt. Ja, ja. Er zit, ja. Al, zit, zit bijna geen vis meer in die Noordzee door al dat gehei. Nee, nee zo, dat is ook zo. En, en nadat het geheim opgehouden is... ...gaat het laagfrequent geluid het overnemen. Mm -hmm. Daar ontstaat, als die wieken bij de mast langsgaan... ...dan ontstaat er een vacuüm... Ja. En dat veroorzaakt trilling en dat Aha. gaat kilometer door de grond heen. Ja. Aha, dat is het dus. Ja, ja. dus dat zijn allemaal um, uh, um, uh, aspecten um, aan dit soort industriële objecten: die ja, de hele uh, groene omgeving, he, leven van mens en dier, ja, raken in, in, in ook in, in, in negatieve zin beïnvloeden. In misschien wel op een nauwzalige manier, zelfs. Ja. Het is onvoorstelbaar dat ja, het geld um, um, kennelijk uh, uh, ja, mogelijk maakt dat dit allemaal kan. En dat er in de politiek niemand is die zegt van jongens, maar dit kunnen we niet verantwoorden naar onze achterbaan. Dat is diep, diep triest eigenlijk. Ja. He, en daarmee zijn wij uh, verworden tot een, uh, tot een China, he, uh, ik, 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 ik moet aan de democratische republiek uh, Noord-Korea denken. Het woord democratie uh, wordt daar gebruikt voor een dictatuur. Nou, ja. ik denk dat wij daar van dat ook, uh, ook, ook gewoon voor ons van toepassing is. Ja. Zo. Ja. ja. Nou ja, goed. En, 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 en wat we natuurlijk uh, 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 zien, en um, daar hebben we denk ik allemaal mee te maken. Dat er zoveel gelogen wordt vanuit de regering. Ook over dit onderwerp, ook over de corona. Um, 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 we hebben, ik, ik las vandaag een stukje ergens die zei van nou, um, um, er wordt zoveel gelogen in de politiek en uh, dat wordt ook door heel veel mensen gewoon uh, uh, ja, zomaar allemaal geaccepteerd. Mm. Er zijn niet zoveel kritische mensen, dat als uh, Hugo de Jonge uh, uh, tegen de uh, volwassen Nederlanders zegt dat Sinterklaas bestaat, dan denk ik dat de helft van Nederland zijn schoen gaat zetten. Ja. Yeah. Zover zijn wij dus gezonken. Ja, ja. He? De helft van volwassen Nederland. Van, van volwassen Nederland, Nederland ja. Dus, ja. Dat is wel triest, uh. weet je wat triest. Weet je wat ik ook zo frappant vond? Uh, dat. Uh, er was dus. Wat heel veel in de media is gekomen: is dat uh, die, 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 die doodgeslagen vogels onder die windmolens. Dat is allemaal heel erg. <tie> zo zielig. En dat er dan op een gegeven moment. omdat het, dat die vogeltjes zo zielig zijn dat ze dan sensoren plaatsen buiten die uh, grote windparken, ook op de Noordzee, waar dus veel vogeltrek is, dat wanneer er een vogeltrek gedetecteerd wordt, dat alle windmolens duurzaam geremd worden, zodat die vogels uh, er doorheen kunnen vliegen. En dus het, het leven van, de, van onze cosmopolitische vogelsoorten, uh, die de wereld overvliegen, en daar broeden, en daar dat doen, en zus zo doen, en van hot naar her vliegen, uh, door die parken heen, of uh, en, nou ja, een percentage daarvan uh, wordt dan neergemapt, dat is allemaal zo mediachiniek, daar doen alle media wat mee. Daar, daar, al die linkse natuurorganisaties ja. zijn daar helemaal mee begaan. Terwijl dan de honderdduizenden mensen die in dat gebied wonen, van dat windmolenpark Oost-Groningen en Drenthe, de veenkoloniën, ja. die kunnen gewoon echt allemaal stikken. Dat is, daar wordt niets voor gedaan. Nee, dat is een, een, een onvoorstelbare vaststelling: hè, dat, dat, dat dieren er meer toe doen dan mensen. Ja. Ik zou zeggen, maar steeds op hetzelfde niveau. Hè. We hebben dierenbescherming, we hebben allerlei eisen en regels aan, aan veehouders, waar hun ja, ben, doen. een stal aan voedt. Ja, ik ben een beetje ouderwets. Ik vind dat mensen toch boven dieren gaan. Nou ja, uiteindelijk is dat natuurlijk uh, ook, ook, ook zo. Ja, en dat, natuurlijk moet je als mensen goed zijn voor je beesten, maar als je wel goed bent voor je beesten en niet voor je mensen, dan is er sowieso iets uh, helemaal. Dan is iets in de basis helemaal fout. Ja. Dat klopt. En de, daar hebben we wel mee van doen, uh, uh, helaas. Ja. Hè? Dat uh, schiet helemaal door. Ja. Uh, maar het is ook weer willekeur, hè? want uh, de vogels die over de zee vliegen, zijn ze er wel mee bezig. Maar de dieren die in de zee uh, hinder uh, en luisteren, dat telt binnen niet. Zo. Nee, want die vissen kunnen gewoon, ja, water is water, die kunnen ook gewoon ergens anders zwemmen. <laughs> ja, ja, precies. Ja, ja. Of op strand gaan liggen als ze de oriëntatie kwijt zijn. Ja, maakt niet uit joh. Nee, ja. nee, nee. nee, nee. Ja. Dus dat is best wel, uh, dat is best wel uh, uh, opmerkelijk dat er op die manier uh, gekeken Zit er wordt. Zitten dan ja. weer ergens belangen? Er daar, want uh, wat je zegt... Dieren in het water niet, maar vogels dan weer ineens wel. En ook met, uh, met alle mogelijke middelen. Het hele park, hup, in één keer helemaal stil. Geremd, al, al die dingen geremd. Nou, daar gaan echt uh, honderdduizenden liters uh, olie en diesel doorheen om dat park te remmen. Ja. Nee, dat heeft alleen maar te maken met het uh, creëren van een, uh, een, 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 een beeld hè, waarmee uh, zij kunnen laten zien dat zij best wel onder natuur Marketing, geven. dus. Het is ja. een, ja, ja. een, een charme-offensief, denk ik, ja. uh, hè, om dat soort dingen te doen. En dan ja. trekt dat de aandacht. En wat je ja. net ook zegt, de pers pakt dat op. Ja. En maar dan doet het heel goed. Ik, ik heb wel een idee waarom het zou kunnen dat de vissen er niet mee te doen. Uh, He, dus er is een, uh, in de visserij is namelijk een, uh, ook een enorme slachting gaande, dat alle kleine raiders, uh, zeker van de kanalen en de kustertjes, die, uh, of de kottertjes, he, de, voor de platvis aan de kust, dat die er, uh, uh, ja die moeten gewoon eruit. He, dat is, het woord is aan de, de macht is aan de grote raiders, ja. en er zijn er maar vijf van in Europa, en die moeten de, de hele visserijsector willen die in handen krijgen. En als, je die, uh, ja, als er geen vis meer in zee is, dan is het heel makkelijk. Dan, is dan zijn al die kottertjes en die zijn in één klap weg natuurlijk. Ja. Dan is het klaar. Ja, ja nou goed. En, he, en, en we hebben natuurlijk het probleem he, dat de vissen uh, 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 op de loop gaan he, door, door, door die trillingen. Een ander punt is natuurlijk dat ik ook van die vissers begrijp dat de zee langzamerhand onbewaarbaar ja. wordt, omdat er zoveel van die obstakels overal staan. Ja. En nu hadden ze juist met de pulsvisserij hadden ze een heel mooi mechanisme waarbij ze de bodem helemaal intact lieten. Waarmee dus die kabels die over die bodem liggen. Ja, de, de, de zeebodem ligt vol kabels. Ja. Met, naar die molens toe. Nou, en dan wordt dat weer verboden. Ja, dus ook, ook heel hypocriet, heel ja. tegenstrijdig hier. Ja. Uh, ja, klopt, klopt. Ja, dus, dus wij verbazen ons uh, heel vaak en steeds meer over dit soort tegenstrijdige uh, ja. standpunten en in besluiten. Ja. Dat klopt, klopt. Maar dus dat, dat hele Drentse kant staat stil aan de, wonen, aan de, aan de windmolens ja. in de Veenkolonie En de, en de kant draait wel? Ja, de kant draait wel. En ja. die, die, zijn wel, die hebben een betere moffen bovenin. De... Ja, er zijn kennelijk uh, toch uh, net iets uh, anders uh, aangesloten turbines. Ja, ja. Uh, uh, ik heb daar geen verstand van. Nog meer constructiefouten uh, <laughs> uh, Jan. Dat, 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 ik vind het echt vermakelijk. Nou ja, ik heb nog uh, meer, want uit de Oostermoer-omgeving kregen wij op onze informatieavond bij Huizen Barenveld een paar weken geleden van een bewoner de mededeling van: Jan, heb jij wel meegekregen hoeveel herrie die turbines bij ons uh, in de omgeving maken? Ja, dat heb ik wel mensen over gehoord. Nou, zei ze Het blijkt dat daar een uh, turbinesoort is gebruikt die of nieuw is of aangepast, upgrade is vanuit een andere. Die zouden in een bepaalde periode getest moeten worden. Die testperiode, twee jaar begreep ik, hebben ze ingekort naar één jaar. En het lawaai die die turbines veroorzaken zou te maken hebben met het feit dat de tandwielen nu al aan het verkruimelen zijn. Oh, nee. Echt waar? Ja. De tandwielen. De tandwielen. Ja, daar komt ja. alle kracht op. Op, op, ja. op die dingen komt dat allemaal, ja. Klopt. het verkruimelen. Ja. Maar op een gegeven moment, dus die tandwielen die, die verkruimelen, maar op een gegeven moment slaan die dingen op hol omdat die totaal niet meer... Uh... Niet meer bestuurbaar zijn. Ja, ja. 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 En dus het kan best zo zijn dat dat ook een van de redenen mee is waarom die dingen stilstaan. En, en, en degene die mij dat vertelde, die zei van ja, dat is niet makkelijk oplosbaar. Hmm. Want als je dat op wilt lossen, dan moeten al die gondels Eraf. Met die wieken er weer af. En dan zo. moeten daar nieuwe tandwielen in en dan ja. moet het allemaal in elkaar gezet worden. Ja. Um, ja, ik praat na wat ik ervan hoor, mm -hmm. maar ik kan me daar als leek wel iets bij voorstellen. Maar dat gaat voor, oh, weer op voor die molens aan de Drentse kant van de Veenkolonie. Ja, dat klopt. Ja. 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 Dus dat hele park is heel problematisch. Dan. Dat hele park is heel, heel problematisch, ja. Oei, oei, oei. Ja. 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 Ja, dat klopt. Uh, we hebben het over die, die, die lastverbinding gehad, we hebben het over dat veiligheidsprobleem gehad dat ze niet meer renbaar zijn, we hebben het over de kruimelende tandwielen gehad, we hebben het over de ja niet meer uh, uh, van toepassing zijnde vergunningen. Want Nederland had helemaal geen vergunningen. Die heeft act een activiteit, een regeling bedacht op grond waarvan die vergunningen zijn afgegeven. Nou, dat is een streep doorgehaald. Dus eigenlijk, en dat is ook heel ernstig, is er nu geen regelgeving meer waar burgers zich aan kunnen conformeren of op terug kunnen vallen als er iets fout gaat met die windturbines. Aha. Daarom heb ik eigenlijk gezegd van jongens, al die turbines mogen niet meer gaan draaien, ja. want als er geen beschermend kader of richtlijn meer is voor burgers waar die exploitanten aan moeten voldoen, dan is het niet verantwoordelijk om dingen te laten draaien. Mm -hmm. um, uh, nou ja, goed, in, in wat ik al aangaf. Uh, 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 he, 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 dat wat mij betreft, hoe de subsidie nu vervallen zou moeten zijn. Ja. ja, nou, de facto is die vervallen, natuurlijk. Dat kan niet anders. Ja, dat is een streep doorgezet. Ja. Ja. Maar wat we wel mee te maken hebben, is dat wij hier te maken hebben met uh, een overheid uh, die uh, tijdens de wedstrijd de spelregels in een eigen voordeel verandert. Uh, ja. uh, iedere keer uh, is trus. duurzaamheid heilig. En, uh, dus ik hou mijn hart vast dat er straks toch nog weer gezegd wordt: ah, nee, ik knijp even een oogje dicht, maar die, die subsidie blijft wel hoor. Dan, uh, nou ja, ja. ja. Ja, dus wat dat betreft uh, is er nogal wat te doen in, uh, in, in, in windland. Ja. ja, onvoorstelbaar. Heb je alles gezegd wat je wou zeggen? Zijn er nog um, dingen waarvan je denkt: van, nou, dat is, wel, uh, dat is wel echt een goede update uh, om nog even erbij te gooien? Nou, ik, wat ik eigenlijk uh, uh, heb ervaren uh, in dit hele proces is dat de grondrechten van de mens uh, 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 worden geschonden. Ja. En wat mij betreft roep ik alle mensen in Nederland op om, uh, om, om, om op te komen tegen het schenden van, 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 van grondrechten. Omdat als je dat niet doet, je uh, ook andere grondrechten in gevaar brengt. Hmm. Dat vind ik wel een, een boodschap die ik uh, achter wil laten. Ja. Uh, de, de, ja, he, veiligheid, gezondheid is een, 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 een grondrecht. Ja. En die wordt met gevoeten getreden. Ja. Ik kan, daar, ik, kan daar niet, ik kan daar niet aan wennen. Nee, hè? Nee. Het blijft elke keer gewoon een, een waanzinnige klap in je gezicht dat dit allemaal gewoon uitgerold wordt en er doorheen gejast. En dat geldt voor al die dossiers natuurlijk: uh, ja. Ja. windmolen, zonne-energie. Ja. Ja. ja, en wat ik ook ernstig vind, is dat wij een groep volgende vertegenwoordigers hebben. Die geleid worden door een uh, soort zonnekoning, uh, 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 die of uh, Alzheimer speelt of echt heeft, maar waarbij een meerderheid van de Tweede Kamer als klapvee uh, 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 dient. En dat is denk ik ook een fichament van onze democratie. Ja. In de Tweede Kamer die zou meer op hun strepen moeten gaan staan in hun werk doen, namelijk de ministerraad controleren ja. en corrigeren. Ja. Zonder meer. Jan, uh, bedankt voor deze ja, verbijsterende inblik... En, uh, uh, ja, in, de, in, de, in de voortgang van dit uh, waanzinnige proces. Het is ja. echt uh, kafka in het kwadraat. Dat idee had ik ook mee bij mijn interview met Marijn Poels... wat dus in Epoch 14 verschijnt. Het is, het wordt echt, hoe meer je erover weet, hoe meer ontluisterend het is... dat dit überhaupt bestaat. Ja. Dat, dat dit... Dat je überhaupt windmolens ziet in het landschap op zee. Die dingen zouden er niet mogen staan. Klopt. Ja. Klopt, helemaal eens. Het kan aan alle kanten niet. Bedankt voor je komst naar de studio, Jan. Ja, graag gedaan. En, uh, uh, ja. Nou, we houden ons aanbevolen voor een volgende update. Als er, uh, het, het is uh, echt. Ja, u ziet hier te kijken over de rug van de ellende van uh, Jan Nieboer en Jan Hendricks heen. De veroordeling is dus uh, of de vonnis is pas uh, uitgesproken. En, dat is, en met name die documentaire op Human uh, was uh, de reden dat we hier even een flinke update van uh, wilden geven. Ja, er zal echt nog ongetwijfeld veel meer volgen. Uh, de komende maanden gaat er waarschijnlijk nog heel veel gebeuren. En ook deze molens malen heel langzaam. Dus daar gaat nog heel wat tijd overheen, voordat alles uh, opgedonderd en opgesolomieterd is. Aangaande deze ellende van, uh, die heel veel mensen hun leven verwoest heeft. Ja, de absurditeit is echt... Ja, Epoch 14, in december, half, voor half december moet die verschijnen. De absurditeit is grenzeloos. Marijn Poels heeft dingen boven tafel gehaald... die in dat interview gezegd worden. En dat blijkt gewoon uit. Kolen, gas en atoomenergie zijn gewoon de enige bronnen... waarop wij een energievraag kunnen creëren... Of aan hun energievraag kunnen voldoen. En dat gaat nooit, en nooit, en ten nimmer gaan daar windmolens en zonne-energie ook maar iets aan bijdragen. Sterker nog, het maakt het allemaal zo absurd en zo fragiel en zo klaar voor blackouts, die ook gaan komen en waar wij ook op voorbereid gaan worden door, de, door het World Economic Forum en hun kornuiten. Enfin, dat leest u in dat blad. Uh, ik, hoop dat u, uh, ik denk dat u genoeg absurditeit heeft gehad voor dit uurtje. Wij. Uh, Wensen u een fijne avond, middag, ochtend. Het maakt niet uit wanneer u dit kijkt. En graag tot de volgende keer.